En Fabienne Verbucht, daar is ze weer in de mooie Fiesta. Dat was een bijzondere start. Worden ze teruggefloten. En de Manta weer zeer goed weg. En ook Johan Quinten schuift goed mee. En links weer goede start van Sven Groepen. Mooi, van op de tweede rij. Steekt hij in op de tweede plek. Rustin Velser op 1. Sven Groepen op 2. Johan Quinten op 3. Bert Teunissen op 4. Mooie oefening. Bert Teunissen naar de tweede plaats. Johan Quinten op 3. En nu zijn ze goed weg, dames en heren. En ze zijn heel goed weg. Dat geldt zeker voor Sven Seliger. Mooi vertrokken. Pim Garveling heeft het wat moeilijk. Sven Zeemer is nu doorgeschoven naar de vijfde plek voor Axel Zeekamp en Dominic Stoop. Te zien wat zijn ploegmaat. Verstandig van Pim Garveling, niet alles op alles spelen. Moet even in de remmen en Bennet Zobel laten voorgaan. Mooie race van Sven Seliger. Alle drie zeer goed weg. Luca Kartell probeert al wat naar de binnenkant te komen. En is Samuel Drees voorgebleven. Goede start. 25 meter voorsprong op Samuel Drees, maar opgelet. Luca Kartell moet nog gaan jokeren. En daar is Brian Luca nou. Brian Luca Neumeijer op plaats 3. Samuel Drees nu ten aanval. Een heel andere rijstijl plots. Luca Kartell probeert te volgen. En daar is de podiumplek moeten doen. Winst. Nico Acht niet goed weg. Sonke Kleurde goed weg. Dominic Drengen gaat mee. En dan ook goed meegeglipt. Mika Henning en Marcel Autenhoyer. Nico Acht. Verslaven, zullen we maar zeggen. Het is goed gedaan voor Nico Acht, die zal vloeken en ik drangen. Derde plaats voor Mika Henning, voor Marcel Autenhoyer op plaats 4. Vervolgens Nina Riese, Peter Kordes en Michael Grunwald. Marcel Autenhoyer is op 3, Mika Henning op 4, Peter Kordes op 5. Nico Acht op 6. Daar is Nina Riese en Michael Grunwald. Henning en Marcel Autenhoyer op 3 en 4. En op de tweede rij Manfred Striginski in de focus en Jannis Wurts die ten aanval blaast. En goed gestart is in de zilveren BMW, compact. En doorschuift naar de derde plaats. Komt dichtbij. Gaat proberen. Daar was Andreas Hoen misschien iets te voorzichtig. Nu richting chicane, Habicht op 2. Jannis Wurts, mooie derde plaats. Philip Pijnen op 4. En Manfred Striginski, die zal gaan jokeren. Jammer genoeg in de slotronde. Andreas Hoen. Ziek voor Andreas Hoen. Goede start. Maar niet van Sven Seliger, die zich volledig verschakelt. Motor heeft laten afslagen. Sven Seliger. Niet goed voor hem. Aan de leiding. Vindt de plaats voor Johan Quinten. Dustin Vulser op 5. Sven Groepen laat zich verschalken en buitenop raakt hij er nog op. Hij staat daar op een verschrikkelijk gevaar. Er is plaats verdedigd. Pim Garveling op 2. Niels van der Waardenburg gaat hard. Probeert Johan Quinten te verschalken. Lukt niet. Opgelet, want die twee die gaan nog voor de punten knokken, dames en heren. Bennet Zobel, Pim Garveling, Johan Quinten en Niels van der Waardenburg zoekt links, zoekt rechts, maar vindt het gaatje nog niet zo direct. Garveling wil meer, maar het zal niet lukken, Pim. Winst voor Bennet Zobel, voor Pim Garveling, Johan Quinten, een mooie derde plaats. En goede start van Nathan Otting. Samuel Drees probeert mee te gaan, net ook als Dirk Garveling. Ah, harde strijd, dat zie je onmiddellijk in de eerste bocht. Drees, Tijdink en dan Tim Braunbuller. Hoppa, door het zand, buitenkant Tarzan, Dirk Garveling. Aan de leiding. Dave Tijding op 2. Samuel Drees, wat de pedalen kwijt, wordt nu zelf aangevallen door Tim Braunbuller. Indrukwekkend, snel, betrouwbaar, secuur. Mooie winst. Voor Nathan Otting, zeer goed weg. En ook Arianne van Lomme gaat goed mee. Michael Allewijnse probeert aan te sluiten bij Jelle Bloks. Dan Bastian Zickersmit en Rodzinski. Peter Uit en Rodzinski haken even in elkaar. En dan hebben we Andreas Tels. Die net gejokerd heeft. Sichelsmit op 2, Van Lommel op 4, Weigel op 5, Sven Pitter uit op 5. Op de achtste plaats. Oeh, Allewijnse in de fout. In het uitkomen van de Daytona gaat hij dwars. Jelle Bloks krijgt vrij spel. Rijdt nu aan de leiding. Van Lommel op 2. Zichelsmits op 3, Weigel op 4 en Allewijnse geeft. Met een achtertrekker, jaren onderweg met een voortrekkertje. Mooie zege met de Volvo, Jelle Bloks. Willem Veldman, zeer goed weg. Iets sneller bij dan Alexander Tels, maar raakt hij voor de snuit. De bocht in, dat wordt grap, maar hij zet door. Alexander Tels. Nu focus op de snelheid. Alexander Tels heeft toch wat achterstand opgelopen. Op rang 2, Andreas Bloemen. Met probleempjes voor. Alexander Tels, ligt hij op zijn zij? Ik kan het niet goed zien, maar ziet er niet goed, niet gezond uit. Rode vlag. Willem Veldman moet ook afremmen en dat doet hij ook. Finale. Goede start van Wil Teurlings, schiet weer weg. Wil Teurlings aan de leiding. Michael Grunwald op plaats 2. Tony Achten gaat goed mee. Grunwald met de Subaru Impreza in de fout. En Tony Achten kan er mooi voorbij glippen. Tony Achten op 2. Michael Grunwald op 3. Dietmar Brandt op 4. Aan de leiding. Nog altijd aan de chicane. Wil Teurlings. Tony Achten op 2. Dietmar Brandt op 3. Michael Grunwald hier aan de chicane. Wat gebeurt er hier? Wil Teurlings geeft een veilig lijkende zege uit handen. Winst voor Dietmar Brandt. Tweede plaats voor Wil Teurlings. Derde, Tony Achten. Vierde, Michael Grunwald.